De hennepindustrie biedt veel mogelijkheden voor onze landbouwsector, economie en industrie. Dit zei Rakib Kudabux, voorzitter van de presidentiële commissie Industriële Hennepteelt, vandaag op het seminar Hennepindustrie in Suriname, georganiseerd door de presidentiële commissie Randvoorwaarden en Implementatiewet Industriële Hennepteelt. Kudabux zegt dat Suriname met een hennepindustrie een voorsprong heeft op de regio. En we hebben ook de mogelijkheden om dit te doen. En dan moeten we het ook aangrijpen om het te doen. Er is veelal het geluid van, ja, waarom vermoeien jullie je met industriële hennep? Bekijk naar en zei, het gaat niet lukken. Mensen vragen niet daarom. Maar ik mag u verzekeren dat in de wereld vandaag aan de dag er een enorme vraag is naar industriële hennep. En dan moeten we daarop ook kunnen inspelen. Door kennis en ervaringen en inzichten met u te delen, gaan we vandaag de weg vrijmaken dat de duurzame implementatie van industriële hennep in Suriname mogelijk wordt gemaakt. De wet op de industriële hennepteelt is zeker een jaar geleden aangenomen in de Nationale Assemblée. Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij spreekt van een complex onderwerp, vandaar dat input van verschillende hoeken nodig is om deze industrie goed te ontwikkelen. Verder zegt de president dat veel investeerders interesse hebben getoond in de hennepteelt in Suriname. Hier hebben wij deskundigheid nodig. We hebben een aantal deskundigen hier in deze Suriname, maar ik twijfel er niet aan dat wij ook expertise van buiten zullen moeten binnenhalen om ons de weg te wijzen van welke we op moeten, waarop wij als beleidsmakers ook gaan moeten inspelen. Maar natuurlijk is het waar wat wij als land willen. En zulke zaken moet je step by step ontwikkelen. Er is nog veel onduidelijkheid hier omtrent. Want je gaat horen vandaag misschien ook in deze setting. Ja, maar hoe staat het met die medicinale productie? Wanneer gaan we daarmee starten? Je kan vandaag niet starten. Want dat zou bij wet geregeld zijn. Dat zou bij wet geregeld. Die wettelijke voorzieningen zijn er al. Ja? Dus dit is niet die medicinale. Die is al geregeld. Misschien moeten er nog nader regels komen. Voor het ministerie van Volksgezondheid. De ontheffingsbepalingen zijn er al. Maar uiteindelijk is het voor ons belangrijk om dan het traject wat wij willen, industriële hennepteelt, goed te begeleiden. Het seminar Hennepindustrie in Suriname is gehouden in Courtyard Marriott Paramaribo. Het evenement bood een unieke kans om diepgaand inzicht te verkrijgen in de kansen en uitdagingen van de hennepindustrie en de toekomstige uitvoeringsstappen in Suriname.